Jullie misschien wel op hebben gewacht, want voor alle kinderen is er zometeen de snoepjesregen. Dat vindt plaats op het veld net voor de blauw-witte tent. Daar mag je naartoe komen. En dan zie je hier Flyer Martijn. Dat wordt trouwens door Johnny gedaan, dat is heel anders. En dat zijn driehoekige vliegertjes die je aan een hele grote lijn ziet. Die gaan zometeen omhoog. Daar hangt een oranje zakje aan en in dat zakje zitten diverse snoepjes. Maar ik ben 20 jaar geleden een keer gevraagd om het Vliegenfeest in Drachten te presenteren. Omdat ik via bekend was bij iemand die zou het doen en die kon niet. En zo ben ik in Drachten terechtgekomen. En ja, dan komt iemand daar en die zegt, hey, ik heb een Vliegenfeest in Twente en wil je dat ook doen. En Hemmeloord. En nou, daar ben ik ook met het doel gegaan. Het vliegen en het ontwikkelen eigen Drachten. Dat is dat wat mij fascineert. En die energie. Des Windes, die Kraft, die dahinter steckt, das ist das Ursprüngliche, das ist da die Energie, die kommt, das ist wirklich fantastisch. Als Junger bin ich gewesen mit Motorrad in Holland. Ich habe immer sehr viel Spaß gehabt, hier in Holland hier zu kommen, gute Leute getroffen. Aber jetzt mit Drachen das erste Mal. Und ich habe mich riesig gefreut, hierher zu kommen. Kijk, de grootste vliegers hoeven niet altijd de mooiste te zijn. Zo, er zijn heel veel grote vliegers. Maar met de kleintjes hebben ze misschien al veel meer werk mee gehad dan met de grote. En als dat vlieger de kleinste wat gezien hebben, was 2 centimeter. En die vlogen op. Lekker buiten, fris weer, gezellige mensen, dat is het. En het vliegen zelf? Het vliegen zelf, het is toch altijd de uitdaging om zo'n vlieger te bouwen en te kijken of je hem ook goed aan het vliegen krijgt. Want dat is soms best een hele klus, maar in principe vliegt alles. Maar om het ook zo mooi stil in de lucht te krijgen is een hele opgave. Mädels, ihr müsst aber aufpassen, wir können jetzt da vorne durch das Vierleinerfeld nicht quer durch. Ja, ik denk dat je inderdaad... Ja, het regende vanochtend, hè? Ja, en toen was de tent zo vol met kinderen. Dus het zal misschien wel iets meer zijn geweest. Dat moet u eerder uitleggen. Uitgekozen, ik hoorde zojuist wel dat hij nog niet zijn eigen vlieger kan in elkaar zetten. En dat is dan weer jammer, natuurlijk. Ga maar naar Bars. Ga maar. De lucht in en is hij er achteraan gegaan. Toen heeft hij hem teruggebracht. Oké. En vanaf dat moment? Ja, zijn we een beetje ermee zo gaan spelen en toen is hij dat gaan doen. Oké.
Ja, ga maar. Gaan we naar de baas. Ik zei u al, ik ben enig Labrador-liefhebber. Die van ons die lopen altijd met een touw in hun bek. Ik heb inderdaad nog nooit een Labrador gezien die met een haai in zijn bek liep. En zeker niet met een haai aan een touwtje. Nou, dat kunt u hier zien, dames en heren, bij Vliegenfeest Twente Rand. Het zevende. En er zijn altijd leuke dingen. Eigenlijk eerder al deze week.